Hallo herpintjes, ik ben Rixum Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Mario Party 5. Vandaag spelen we weer een lekker bordspelletje en wel op de map Rainbow Dream. Nu wil ik niet zeggen dat Rainbow Dream mijn minst favoriete level in de hele game is, maar laat ik het zo zeggen. Ik heb deze game heel veel gespeeld vroeger en ik heb deze map 1 keer gespeeld vroeger. Ik weet niet waarom. Als je gewoon kijkt naar de preview, hoe de map eruit ziet, dan denk ik gewoon, lijkt me geen leuke map. Ik krijg gewoon een beetje negatieve vibes van deze map. En ja, dus ik heb een soort vooroordeel. Zonder de map ook maar echt goed gespeeld te hebben, heb ik al zoiets van, nee. Deze map is niet zo leuk. En daarom heb ik hem ook heel netjes helemaal naar het einde van de Mario Party 5 serie verschoven. Er komt hierna nog 1 map, namelijk Bowser's Nightmare. Maar die moet ik eerst nog vrij gaan spelen via de story mode, die echt verrassend saai is. Er is geen verhaal. Het is gewoon de hele tijd 5 minigames spelen. Geloof me, je wil het niet zien. Ik zie en hoor je denken, Rick, doe ook in de serie de story mode. Nee, het is echt niet leuk. Ik doe al vaker dingen op mijn kanaal waarvan jullie zeggen, Rick, dit is niet leuk. En dat ik zeg, is wel leuk. Nu zeg ik zelf al dat het niet leuk is. Geloof me, het is niet leuk. Ik heb voordat ik ben begonnen met deze video opnemen nog eventjes gauw van kleding veranderd. Speciaal voor jullie. Ik had namelijk net deze aan. Het is een trui van een clown. Die zichzelf door zijn kop heen schiet. Het is een cadeautje van een vriend. Ik ga hem zo meteen aandoen. Het hele verhaal erachter is een beetje apart. Die vriend. Die had me een keer verteld, hey Rick, ik heb een trui besteld van een clown die zichzelf door zijn hoofd schiet. Dat vertelde hij van, hey, die heb ik voor mezelf besteld. Ben benieuwd of hij cool is. Ik zei van, hey gast, ik ben ook benieuwd. Misschien is het wel een supercoole trui. Een tijdje later kom ik bij hem en hij zegt, Rick, ik heb een cadeautje voor je. Ik zeg, oh, heb je een cadeautje voor me? Ja, kijk Rick, deze trui met een clown die zichzelf door zijn hoofd schiet. Helemaal voor jou. Ik zeg, maar gast, je had me echt laatst verteld dat je die trui voor jezelf gekocht. Nou vind je hem misschien iets minder cool dan gedacht. En dan geef je hem gewoon aan mij. Hij zei, nee. Ik had hem voor jou gekocht. Ik zei, nee. Je had hem voor jezelf gekocht. Deze discussie hebben we heel lang gehad. En hij zei, nee. Ik sta erop dat je de trui hebt. Het probleem is, dit is ik denk de reden waarom hij hem eigenlijk niet wilde. Hij lijkt wit op de achtergrond, maar het is eigenlijk meer een soort groenig. Dus, het ding is, ik draag de trui eigenlijk nooit en hij ook niet. En hij hangt nu al heel lang in mijn kast. Nou ga ik zo meteen naar de bioscoop voor de film It. Voor de mensen die niet weten wat dat is, een bioscoop is een plek waar je films kan kijken. Ik hou zo van die grap. Hij is eigenlijk van Pieter Jouke die een soort gelijk iets had van... Ik ging vandaag naar Central Park voor een cursus Slag Magra. Voor de mensen die niet weten wat dat is een park in het midden van New York. Dat je 2 woorden hebt. Eentje heel ingewikkeld en eentje iedereen weet. En ja, als je niet weet wat het is, dan het hele makkelijke woord gaan uitleggen. Ik vind het een leuke grap. Ik weet je wat ik minder leuk vind? 1-3 minigames. Maar ik ga dus zo meteen naar de film It. Je weet wel, die horrorfilm over de clown. Dus leek het me leuk om dan als grap, ik ga ook met Jur erheen. Om het shirt aan te doen dat hij me al die tijden geleden gaf. Met een clown erop die zichzelf door zijn hoofd schiet. Hartstikke gezellig. Dus ik ga zo meteen naar It toe. Ik ben heel erg fan van Stephen King. Vooral van zijn boeken dan. En recent worden opeens van zoveel werken van Stephen King films gemaakt. Je had al Stephen King films. The Shining, de oude It, Misery. Maar opeens echt allemaal Stephen King films worden boeken. Of andersom eigenlijk. Stephen King boeken worden films. Je hebt nu de remake van It. Je hebt mijn lieveling Stephen King boek Mr. Mercedes. Waar momenteel een volledige serie van gemaakt. Die momenteel aan het lopen is. De boek die ik toevallig in de fanmail heb gehad. Waar ik toevallig in begonnen was. Genaamd De Spelbreker. Of in het Engels Geralt's Game. Dat boek over een vrouw die seks heeft met haar man, vastgebonden aan het bed. En dan krijgt haar man een hartaanval. En dan zit ze vast aan het bed. En wordt ze helemaal gek, want er is niemand om haar te redden. Echt heel veel Stephen King shit wordt in één keer verfilmd. En terecht. Dus, leuk feitje. Weet jij hoe het boek It in het Nederlands heet? De meeste titels van de Stephen King boeken worden netjes naar het Nederlands vertaald. Maar weet jij hoe dus It in het Nederlands heet? Het is de grootste anticlimax van je leven. Het. Dus ze noemen het monster dus in het Engels It. Het wezen. In het Nederlands heet het gewoon Het. Een makkelijke naam voor je boek. We gaan dus meteen de film toe. Het schijnt een pittige eng horrorfilmpje te zijn. Nu ben ik over het algemeen niet zo heel erg fan van horrorfilms. Maar als er heel veel clowns in zitten, wil ik wel een keer een uitzondering maken. Dus ik ben benieuwd. Als je nog niet door had. Voor de rest, heb je nog leuke onderwerpen om over te praten, Rick? Al fucking tijd.
Ik heb één zo'n feitje van ik echt denk, dit is echt de categorie meest absurde feitjes ooit. Er zijn laatst in een kroeg twee dove mensen doodgestoken. Of in ieder geval gestoken, misschien niet dood. Doof gestoken. Het kwam erop neer dat die twee doven waren met elkaar aan het praten in gebarentaal. Dat helpt goed als je niet zo goed bent in liplezen en je wilt toch met elkaar praten. Je praat met elkaar in gebarentaal. Want ja, ze kunnen niet horen, hè? Logisch. En in die bar waren dus een ander aantal mensen. Ik ga twee keer heen. Dit is echt heel triest. Er waren een paar gasten die dachten dat ze gang signs maakten. Van, hey, ik zit bij deze gang. Yeah, dat is een soort geheimtaal was van wij zitten allebei in deze gang. Terwijl ze wilden eigenlijk gewoon een normaal gesprek hebben. En die gast die dat zag was van de andere gang. Die is toen op afgegaan en die heeft ze gejuked. That's fucked up. We zijn in de categorie interessante feitjes. Dat sowieso. Verder had ik iets cools gelezen in het nieuws over de kerk van het vliegend spaghetti monster. Momenteel hebben namelijk in Nederland heel veel mensen in de gemeentes en zo hebben heel veel last van de kerk van het vliegend spaghetti monster. Nou, ze zijn de meeste wel bekend met de kerk van het vliegend spaghetti monster, maar ik denk dat de meeste mensen niet echt begrijpen wat dat nou precies betekent. Die denken gewoon, haha, sommige mensen zeggen geloof voor de grap in een vliegend spaghetti monster. Dus dit is een geloof met een soort betekenis erachter, of een soort idee in ieder geval. Het werkt namelijk zo dat het vliegend spaghetti monster geloof je dus in dat de aarde is niet gemaakt door God, maar door het vliegend spaghetti monster en zijn noedelige tentakels. En aan het einde van een gebed zeg je niet amen, maar ramen. Als in noedels. Het idee van het vliegend spaghetti monster het is meer een soort grapje naar normaal geloof. Waar het een beetje begon is dat als je een moslim bent, dan mag jij, of vooral een moslima, dan mag jij op je rijbewijs op de foto met je hoofddoek. En in principe is dat geen probleem, want ja, je loopt altijd met je hoofddoek over straat. En als je je ID-kaart laat zien, heb je je hoofddoek om. Dus best logisch dat je dan ook nog wel op je kaart mag met je hoofddoek om. Maar als ik met mijn Pokémon-petje bij de paspoortfoto kom, zeg ik, yo, ik kom een paspoortfoto laten maken. Zeggen ze, nee, sorry meneer, geen hoofddeksels. Ja, maar waarom mag die moslima dan wel een hoofddoek om? Dit is niet per se mijn mening, hè. Ik heb niks tegen moslima's en een hoofddoek, hou maar lekker om, joh. En dus dat is een beetje het idee. Ze zeggen, ja, dat mag, want het hoort bij hun geloof. Dus toen kwam eigenlijk iemand die zei, oké, ik zet een vergiet op mijn hoofd voor mijn paspoortfoto. Want dat is mijn geloof. Ik geloof in het vliegend spaghetti monster. En een spaghetti vergiet waarin je spaghetti droogt. Dat is waar ik in geloof. Dus dat is ons religieus hoofddeksel. Het vliegend spaghetti monster heeft dan ook geen 10 gebeden of geboden, zoals de Bijbel dat heeft. Je hebt de 8 liever nietjes. Dat heeft grotendeels te maken met strippers, piraterij en bier. De biervulkanen, daar staat ook, staan ze best wel onbekend. De biervulkanen van de biervulkanen, ja. Het komt dus op neer dat nu heel veel mensen in Nederland deel zijn van het vliegend spaghetti monster. Ze hebben ze nu officieel, eerst waren er al mensen die gingen naar een paspoortfoto toe met zo'n vergiet op hun hoofd. Zeiden ze, nee, sorry, maar het is niet erkend als officieel geloof. Je kan niet gewoon zeggen, dit is mijn geloof. Boom. Dus het is niet erkend als officieel geloof. Nu staan ze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als geloof. Dus in Nederland is het nu officieel erkend als geloof, het vliegend spaghetti monster. Nu is er een tweede probleem, dat ze zeggen, ja, oké, het is erkend als geloof, maar er staat nergens in het geloof van het vliegend spaghetti monster dat het een verplicht hoofddeksel is. Wat ook, ja, dat maakt het dan weer een stukje moeilijker. En dat merk je ook alweer een klein beetje, want zeg maar, mensen van de kerk van het vliegend spaghetti monster, die doen alleen een spaghetti ding op hun hoofd op het moment dat ze op de foto moeten. Je ziet ze niet de rest van de dag met dat ding lopen. Dus ja, er zijn heel veel mensen in gemeentes en zo die krijgen een aanvraag van ja, ik wil graag een foto met een vergiet op mijn hoofd. Dat ze zeggen, oké, shit, wat moeten we doen? Eerst was het argument, ja, is geen religie. Nu is het dus wel een religie. Nu is het argument, ja, je moet wel bewijzen dat het verplicht is bij deze religie om dat vergiet te dragen. Dus het is een moeizaam proces. Maar in Nederland zijn er al een paar mensen die per ongeluk door het systeem heen geglibberd zijn en al een vergiet op hun foto hebben. Er zijn een paar mensen in Nederland die momenteel op hun paspoort een vergiet op hun hoofd hebben door een foutje bij de gemeente. Daar zijn ze niet heel blij om. Maar ja, ik ben benieuwd. Misschien ooit op een dag kun je gewoon naar de gemeente toe met een vergiet en zeg je, ik kom op de foto. En dan zeggen ze, ja, mag. Want is een religie, mag hè. Oké, we moeten gewoon heel veel op A drukken. Dat kan ik. Ik heb vingers. Ik heb motivatie. Ik heb alles. Oh ja. Start! Drukke Mario! Oh, de krampen! De krampen! Please, zeg maar dat we gewonnen hebben. Nee! Op 1 na! Godverdomme! Jeetje. Dit is een pijnlijk verlies. Een heel pijnlijk verlies. Voor mij. De kinderen. Iedereen is teleurgesteld. Voornamelijk in mij ook.
Ik zou in ieder geval laten horen of de film rondom It een beetje een ding is. Kijk, wat vliegend spaghetti monster is in ieder geval. Ja, het is een soort grappie. Het is meer gewoon een soort gelijkheid. Voor mij is het ook een beetje het idee achter satanisme. In de wereld bestaat momenteel satanisme. En dat is niet daadwerkelijk aanbidden van Satan. Het is eigenlijk ook een beetje een soort van grapje rondom religie volgens mij. Dat je bepaalde dingen zegt van ja, God wil dit en dit. Nou ja, Satan wil precies dat niet. Dus dan moeten we dat maar weer doen. Sommige mensen doen gewoon heel erg irritant. Dat is ongeveer de take-home message. Ik ben in principe, vind ik het hele idee van het vliegend spaghetti monster wel grappig. Ik ben nog geen lid. Je kan je officieel in Nederland inschrijven volgens mij bij de kerk van het vliegend spaghetti monster. Dat heb ik dan weer niet gedaan. kan ik in mijn Twitter bio zetten dat ik daar deel van ben. De ster ligt dus daarboven. Het probleem is alleen dat iedereen er niet heen gaat. Ze glijden allemaal toevallig via die regenbogen naar beneden. Het ding is een beetje, ik heb het gevoel dat als ik dat op 1 blijf gooien, dan ga ik nooit deze game winnen. Gelukkig gaat het met Toad ook heel slecht, maar hij is al bijna een rondje over de bord heen gegaan. Dit is de helft van je geld, of niet? Dit is 20 muntjes, echt veel in ieder geval. De helft van je geld? Rekt. Ik ga denk ik gewoon proberen de meeste muntjes van iedereen te halen in dit potje, dan krijg ik daar nog in ieder geval een ster voor. Zoals ik al zei, ik vind dit bord gewoon niet fijn. Het is een onhandig bord. En veel te groot ook. Ik speel graag potjes van, zeg maar, 10 beurten. Dit is een gigantisch bord, niet fijn. Boe, die is dan meteen bij de ster, maar die heeft te weinig geld. Dus we hebben oprecht nog een grote kans om de ster te krijgen. Als ik een keer stop met 1 en 2 gooien. We hebben een keer een lekkere 7 gegooid. Even kijken, moet ik hier nou omhoog of niet? Ja, nee toch? Nee, je moet er niet daarheen. Do you want to lay the bridge down? No. Ga weg, Toad. Oh, zure peel. Ja, hey. Dacht het niet. Fuck. Oh, ik haat je, Bowser. Ik haat je met de kracht van 1000 zonnen. Hij gaat sowieso het geld verdelen. Dan heeft Boo wel genoeg geld om de ster te kopen. Heb ik de ster niet. Oh, het is een Bowser minigame. Gelukkig maar. Ik ben gewoon oprecht blij dat het een Bowser minigame is. Alle capsules geven. Niemand heeft capsules. Gast, waarom doe je de moeite nog? Letterlijk niemand heeft capsules. Ik weet niet of ik mijn best wil doen in deze minigame, maar... En hoe sneller iedereen dood is, hoe sneller ik verder kan met mijn leven. Dat is aan de hand. Ik heb wel een klein beetje slecht nieuws voor deze video. Ik moet misschien iets eerder stoppen dan na 5 beurten. Want ik moet zo meteen echt de bus pakken. Anders dan kom ik te laat voor mijn film. Dit is hoe slecht een YouTuber ik ben. Ik wacht tot het allerlaatste moment van... Hey, lieve vriendin van me, we gaan zo naar de bioscoop. Maar ik moet eerst nog even gauw Mario Party opnemen. Is goed, Rick. Zorg er wel voor dat we op tijd zijn. Ik doe mijn best. Hey, ik heb als enige gewonnen. Nice. We hadden al ons geld in moeten zetten. Yay! Minigame gewonnen. Toch nog even mijn skills laten zien deze aflevering. Hoe gaat het voor de rest uit tot nu toe met minigames winnen? Niet zo goed, of wel dan? Ja, ik heb die 3 versus 1 minigame gewonnen. De 2 versus 2 minigame verloren. Als ik zeg maar de ster voor de meeste minigames wil winnen, moet ik even mijn minigame game omhoog halen. Mijn minigame game. Yes. Dus, even kijken. Heb ik er meer voor geinige dingen? Ik had laatst iets gelezen over de serie Hannibal. Ik heb het een kans gegeven op Netflix, maar het heeft me nooit echt volledig binnen weten te halen. Hannibal is een serie eigenlijk over ja, Hannibal Lecter, dat personage dat je ook kent van Silence of the Lambs. Ik ben niet heel erg van oude films, maar als er een oude film is waarvan ik echt zeg ja, moet je kijken. Silence of the Lambs is echt een vette film. Als je toevallig niks te doen hebt vanavond, Silence of the Lambs is een vette film. In ieder geval, dus op een gegeven moment is daar een serie van gemaakt, genaamd Hannibal. Rondom het personage Hannibal Lecter. En op een gegeven moment is er in die film een scène waar ze in een kamer zijn. Met een hele hoop dode lichamen die aan het plafond hangen. En er is echt overal bloed. En die scène wilde Netflix voor mij niet uitzenden in de serie. Want het zou te smerig en zo zijn. Alleen dat was dus omdat van de dode lichamen kon je hun bilspleten zien. Dan hebben ze gezegd, wat nou? Als we op die bilspleten heel veel bloed stoppen, mag het dan wel? En toen zijn ze juist goed als je gewoon... de bilspleten bedekt door er gewoon heel veel bloed op te stoppen, dan vinden we dit wel gewoon geschikt voor alle leeftijden. Dat is toch heel raar? Nee, is dit niet kindvriendelijk? Oké, wat nou als we gewoon meer bloed toevoegen? Nee, oké, dan kan het wel. Dat is gewoon weer logica. Net zoals dat voor mij heel veel Nederlandse films hebben dit heel vaak, naaktheid en borsten. Maar heel veel Amerikaanse films hebben vaak geen naaktheid erin of borsten, want nee, dan is het opeens weer voor hogere leeftijd. Je kan superveel bloed, geweld erin hebben en... hele donkere thema's, maar hoe durf je het maar om er een beetje naaktheid in te stoppen? Kunnen we echt niet doen. Ik hou al van Nederlandse films, zit altijd wel een beetje naaktheid in. Niet dat de naaktheid erin zit, dat boeit me vrij weinig. Maar gewoon dat we het erin hebben gestopt om te kutten. Gewoon, nou, we zijn een Nederlands film, dacht je van, tieten,
Nou, wat een goed idee. Topfilm. Niet vanwege de tieten, maar omdat je de ballen hebt om de tieten erin te stoppen. Als je nog begrijpt wat ik bedoel. Nee, natuurlijk begrijp je dat niet. We hebben in ieder geval de minigame gewonnen. Het scheelde niet veel. De Wind Gondola? Tuurlijk, krijg je muntjes voor waarschijnlijk. Iedereen krijgt muntjes behalve ik. Iedereen krijgt muntjes behalve Rick. Oh, het komt gewoon daar weer uit. Oké, we kunnen oprecht de sterren halen als we een beetje ons best doen. Het zou toch eventjes wat zijn, hè? Dan krijg ik niet meer de muntenster, maar misschien kan ik deze op het einde van de game wel beroven van al dat geld. Dat was wel doorspronkelijke geniale strategie in ieder geval. Gooi maar lekker dat achtje, boe. Lekker dan. Lekker dan. Want to lay the bridge down? Is goed. Zie je, het ding met deze map is, er gebeurt niks. We willen spelen, maar er gebeurt niks. Voor mij is het idee dat de map is opgedeeld in 4 vakjes voor de 4 seizoenen. Seizoen? Ik hou wel van zoenen. Boelepilcapsule, die klinkt alsof hij redelijk sterk kan zijn. Oh, we gaan oppassen voor boeren in ieder geval, dat is duidelijk. Oké, Rick, je hoeft maar 1 ding te doen. Gooi nu gewoon 10. Gooi 10, pak ster. 10! No! Oh, oh! Wat? Wat? Je moest daar dus wel omhoog. Hoe de fuck werkt deze map? Ik dacht dat ik naar de ster zou gaan. Wat? Huh? Ik had dus wel daar omhoog moeten. Ik snap echt niks meer van deze map gewoon. Wat? Huh? Hoe werkt deze map? En waarom krijgen we alleen maar 2 tegen 2 minigames en shit? Oh, dit, hier ben ik al goed. Dat scheelt. Je moet gewoon zodra er iets begint te trillen, moet je op A drukken. Dat hebben we eerder ook gehad. Ik snap gewoon echt niet hoe deze map werkt. Ik moet echt maar gewoon wat minigames winnen, denk ik. Ik zou zweren dat als ik omhoog was gegaan bij die brug waar het kon, dat ik naar de verkeerde plek gegaan zou zijn. Oh, fuck jou, dood met je reflexen. Ik zat midden in een verhaal, grapjas. Deze, je moet deze even vangen, oké? Thanks. Deze, kom op! Yes! Oké. Je moet wel op A drukken, toch? Ja, oké. Niet dat ik op de verkeerde knop aan het drukken ben, dat zou redelijk kans zijn. Oké. Focus. Hebbes. Fuck jou, Toad. Rekt. Oké, het fijne is, de eerste met 3 ballen wint. Dus we kunnen nu, zeg maar, deze kant nu verneuken. Dan kan ik alsnog de winst voor ons binnenhalen. Dat is fijn. Kom op, Daisy. Lekker dan. Lekker dan. Hopla, hopla, fla, fla, fla. Nice, we hebben gewonnen. Nu krijgt Daisy alleen nog meer geld. Ik wil meer geld dan Daisy halen. Maar als ik alle minigames samen met hem moet doen, dan skiet het niet op. We werken trouwens niet in teams, zoals de vorige afleveringen, vooral als het nog niet duidelijk was. Ik bedoel, we hebben 48 munten. We komen in de buurt, maar Daisy heeft dus 63. Dat is niet best. Ik hoop dat ik een duel verzuim met Daisy, dat ik 100 munten inzet. En dan win ik het duel, of ik verlies het duel. Nog grotere afpoeierij. Oh, we zijn aan de laatste 5 beurten. Hey! Dat had ik niet verwacht eigenlijk. Ik dacht dat we nog een beurt moesten doen. Hey, lieve kijkers. Ik bedank voor het kijken van deze aflevering. Ik ga even naar de bioscoop. Waarschijnlijk Pathé Arena. Kom ook. Als je toevallig nog niks te doen hebt, je kan naar It gaan bij de Pathé Arena. Ik ben er. Please, laat me niet schrikken. I am easily spooked. Even kijken naar deze aflevering. Doe een duimpje omhoog. Als je hem leuk vond, zie ik je terug bij de volgende aflevering. En de 2 afleveringen daarna. En dan zijn we klaar met Mario Party 5. Even kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!